Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske, en vandaag hebben jullie weer een nieuwe Black Ops 2 Zombie Challenge. En de challenge van vandaag is dat ik op Nuketown Zombies ga spelen en dat ik bij Wave 20 begin. En dat ik gewoon probeer om het te overleven en dan tot Wave 25 te komen ofzo. En op zich is tot Wave 25 komen niet zo heel moeilijk, maar die eerste ronde doorkomen is wel pittig. Want je begint eigenlijk met niks. Je begint met 10.000 punten, dat is super nice natuurlijk. Maar je hebt geen wapens en geen perks en je kunt ook niet gelijk perks halen, want die worden pas later gedropt. Dus nou, hopelijk droppen ze gewoon zo snel mogelijk Juggernaut. Maar tot zover te overleven is al best pittig. En verder is, ja, difficulty staat op original. Dus kunnen jullie daar ook niet gaan zeggen dat ik op easy speel. Is ook handig om te zien natuurlijk gelijk die instellingen. En vervolgens is het ook zo dat ik geen permaperk heb. En jullie weten waarschijnlijk wel dat ik een Juggernaut permaperk heb. Of had eigenlijk. En dat houdt in dat ik dan standaard 4 keer gehit kan worden. Een soort van challenge die je kan halen. En dan word je, of dan kun je voor dan standaard 4 keer gehit worden zonder Juggernaut. Alleen, bij dit werkt dat niet. Dus ik ben daar gewoon na 2 keer hitten, ben ik gewoon dood. En dat maakt het allemaal een stuk moeilijker, aangezien nu ik dan ook een heel kleine map is. Dus hopelijk krijg ik gewoon snel een goed wapen. En met een beetje geluk ook nog wat perks. En ja, we zien wel gewoon hoe ver we kunnen komen. Hopelijk kunnen we 25 halen. En die eerste wave wordt toch waarschijnlijk het moeilijkste. Dus we zullen zien. Let's get started. En ik krijg een berichtje, een WhatsAppie. Nou, in ieder geval, maakt niet uit. We gaan beginnen. Ik ben benieuwd trouwens welke tuin die kist spant. Ik hoop die rechtse, want die vind ik toch wel wat chiller als die linkse. Volgens mij is het trouwens linkse is wel wat groter. Maar ja, we zullen zien het vandaag is. Badoemtsch. En het is links. Oké, okay, nou ja, dan zullen we het ermee moeten doen. Ik kan er anders ook niks van maken. Ik vind alleen die steen hier in het midden vind ik fucking irritant. Dit ding. Die is echt fucking huge. Oké, okay, snel uit die kist. Of in die kist. Of iets uit die kist. Of what the fuck. Geef me iets. Oké, okay, perfect. Oké, dat is super. Gelukkig is aan mijn kant. Holy fuck, nice. Oké, dan gaan we rennen. Want dan zullen we waarschijnlijk de hele tijd moeten doen. Rennen en springen. Holy fuck, ze droppen al iets. Ik weet niet waar ze droppen. Oh, waarschijnlijk quick revive of zo. Quick revive ben ik niet van plan te gebruiken. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dat vind ik een beetje jammer altijd. Oké, nee, ze mogen niet dat voor mijn neus gaan spannen. Want dat is fucked up. Hé, hey, ik zag er iets staan. Daar staat die quick revive. Oké, ik dacht eigenlijk dat die quick revive op een standaard plek stond. Dat is niet dus. En ik blijf even rondjes lopen, want het idee is bij zombies, er is altijd maar een x-aantal zombies in de map. Dus als je nou de hele tijd rondjes blijft lopen, dan spawnen er nooit heel veel bij. Zo nu en dan hier zie je dat een paar spawnen er dan, maar nooit heel veel. En dat is chill, want als je er nou bijvoorbeeld allemaal afschiet, dan komen er dadelijk weer overal allemaal van random plekken. En dit is wel kloot. Dus een paar zijn die traag zijn, die gaan dus voor mijn pad lopen. En ja, we gaan er gewoon op schieten. We moeten ze toch afschieten. En zag ik dan nou serieus instakill? Wow, yo, dat is wel nice. Oké, dat is een mooi begin, instakill. En max ammo. Ja, max ammo heb ik nou niet nodig. Niet echt. Oké, maar niet uit. We gaan erop schieten. Oké, en in bom. Nee. Oké, we hebben al een bom. We zijn net begonnen. We krijgen echt al fucking veel dingen. We hebben instakill, max ammo, double points en een bom gekregen. Dat is wel heel nice. Heel mooi begin. En ja, Wave 21 zal dus wel makkelijk moeten lukken. Met een beetje geluk waar je yo, oppassen. Want die dingen klimmen overal overheen. Ik kan die Mta pakken, maar ik ga daar niet het hoekje in. Dat vind ik echt een kuthoekje. Oké, die is niet dood. Er is nog geen nieuwe wave begonnen, dus dat is op zich nog niet zo'n probleem. Ik zou het liefst wel iets van marathon willen hebben ofzo. Of hoe heet dat? Dat je sneller kan rennen. Of in ieder geval langer aan een stuk kan rennen. Want als ik nou spring en ik wil wel rennen, dan zal hij waarschijnlijk blokkeren. En dat is fucking irritant. Zo, om die zombies heen. Deze moet ook dood, want het staat hier ook heel irritant niks te doen. Ja, ik ga gewoon proberen 25. Ik denk dat het haalbaar moet zijn. En dan moet ik dadelijk, denk ik, eigenlijk aan het einde van deze wave eentje laten leven. En dan gaan kijken of ik Juggernaut kan vinden. Als ik Juggernaut kan vinden, dan is het misschien nog wel te doen. Maar er zijn nog steeds heel veel zombies. Dus als ik me eigenlijk insluit, dan is het afgelopen. En dat is waarschijnlijk mijn grootste probleem, het insluiten. Want ja, ook al heb ik Juggernaut of niet, als ik me insluit, dan is het gewoon afgelopen. Snap je dus? We gaan gewoon gokken dat dat niet gebeurt. En spannen er nou nog? Ik weet niet. Ik ga gewoon even in de kist kijken. Het is aardig rustig, maar ja, er komen altijd allemaal gelijk. Wauw. Bad boy. Woe, ik heb een kap 40. Oké, sneller. Want die kut zombie komt in de buurt. Oké, hou dat ding maar. Ik ga even op pad. Ik ga gewoon kijken of ik ergens iets goeds kan vinden. Oké, die laat ik staan die je daarnet zag. Want daar heb ik geen zin in. Ik heb geen zin in quick revive. Zeker niet in een map als deze. Als je toch down gaat, dan, ja, dan heb ik geen zin meer in.
En het is aardig laat, dus ik wil niet heel lang overleven. Ik wil gewoon mijn best doen. 25 vond ik een mooi getal. Dat is mijn goal. En nou ga ik twijfelen. Moet ik hier aan proberen te overleven? En nee. Oh mijn god. Yes! Nou al. Oké, dat is fucking nice. Maar deze tuin vind ik normaal gezien veel chiller. Maar hij lijkt nou wel veel kleiner. Dus ik weet niet. Ik denk toch dat ik die andere doe. Want ik denk dat ik me hier ook ingesluit aan deze kant. En dan is het... No! En dan ga ik dood. Dus ik weet hoe dat afloopt. Dus even kijken. We hebben hier allemaal nog staan. Nee. Hierboven misschien nog een snoepautomaat. Kan ik zo nooit zien, hè. Schijt, we kopen het gewoon omlopen. Misschien met een beetje geluk. Oh mijn god, double tap. Nice. Dat ik daar ook nog even een pack-a-punch vind. Pack-a-punch. Oké, kan ik er langs? Hopelijk niet in die pop. Nice. Oppas dat je niet in die pop aanloopt. Want die dingen zijn fucking dik. Hierboven misschien nog iets. Ah, mijn neus jeukt. Oh, laatst kreeg ik van iemand een vraag of ik vaker mijn tong beet. En dat is best wel typisch. Maar ik heb vanmiddag dus vol mijn tong gebeten. En hier, hoezo? Ze droppen nou nog steeds dingen. Nee, kut. Ik heb geen punten. Oké, nou in ieder geval... hoe gaan we dit doen? Ik kan even in die kist kijken. Dit ding kunnen we dadelijk altijd nog halen. Want hier kan ik mooi langs lopen. Hier kan ik gewoon... Woep, en dan loop ik door. Dat scheelt. Wat moet ik hiermee? Nou, dat is single shot. Dat schiet niet. Hiermee kan, hier kan ik mooi mijn hipfire. Oké, we gaan kijken wat ik nou uitkrijg. En dan gaan we verder. Ik vind het raar dat ik nou al Juggernaut heb. Ik had echt het idee dat ik eerst 100 kills moet maken voordat er een ding dropt. Want volgens mij is dat standaard. Nou, what the fuck? Is het vandaag faaldag of zo? Faaldag waarschijnlijk. Dennis, waarom... Fucking... Is het niet sneller... Ah, ik had moeten wachten, man. Die kist. Nou, pak snel iets eruit. Snel! Woe! Nice, regen. Oké, dit kan nog heel goed gaan lopen. Maar ik denk niet dat ik veel langer ga dan 25, maar ik weet niet of ik 25 ook echt ga halen. Want ik zeg nou wel mooi 25, maar als je insluit is gewoon afgelopen. En dat is dus het probleem van alles. Het moraal van het verhaal. Sluit je eigen in, dan ben je genaaid. Want dan schiet ik mezelf dood met regen. En oké, okay, what the fuck. Hoezo krijg ik allemaal die power-ups, man? Dat zijn echt superveel. Superveel. Ik krijg geen punt van. Hey, sweet. Insta-kill. Ik moet echt... ik moet echt gewoon vaker weer Nuketown doen. Ik vind dat echt fucking awesome. Ik heb echt maar een paar keer Nuketown zombies gedaan. En ik vind het nou al leuk. Hey, blijf van me af. Smell up. Oh, fuck. Ja, dat is het probleem, man. Zoveel plekken. Wow, gek, jongen. Zoveel plekken was vandaan komen. Oh, pack-a-punch. What the fuck, man. Ik ben hier wel lekker op een lekker plek hier. Oké, weet je wat? Even dat ding pakken. Dat vind ik belangrijk als pack-a-punch. Snel. Oké. Even kijken. Wat gaan we nou dan... Oh, fuck. Dit ding is een sterk man, die zombies. We gaan dus zometeen... Zometeen? Nee, ik weet niet of ik wel overleef. Maar ik kom niet met woorden, man. Het doel is gewoon... Nou hoef ik geen perks meer. De rest boeit mij niet. Volgens mij is er alleen nog maar quick revive. Dus dat hoef ik niet. Dan gaan we daar ook proberen of ik nog genoeg punten kan krijgen om te pack-a-punchen. En mezelf niet voor die tijd al naai. Dus wapens hoef ik ook niet meer. Dit zijn mijn lievelingswapens. Of ja, die regen. Dat vind ik eigenlijk... Ja, is nooit echt een heel chill ding, vind ik zelf. Maar het kan me dadelijk wel echt redden omdat het een kleine map is. En die regens zijn fucking sterk. En dit is dus wel echt mijn all-time favorite. Dus... Dat moet goed komen. Ook al heb ik net wel al mijn ammo verneukt volgens mij met het scheef schieten. Dan zul ik zien dat ik daar geen max ammo meer krijg. Bij het begin al die power-ups en dadelijk zeggen ze... Nope. Niks krijg je. Maar ja, dat is dan jammer. Ik heb de neiging om ze niet af te schieten nou. En om eerst weer een groepje te krijgen achteraan. Als ik nou weer ga afschieten, dan denk ik dat ik mezelf een beetje harder naai als de rest. We hebben deze deur dadelijk, jongen. Hier zie je. Hallo. Oké, als ik daar tegenaan loop en ik ga met mijn regen schieten, dan blaas ik mezelf op. Oké, dat past allemaal gewoon. Gewoon ertussendoor, joh. Kan allemaal best. Springen allemaal, dat is fucking irritant. Dan blokkeert hij dus. Met rennen, dat is echt irritant. Volgens mij is dat gewoon echt mijn controle die gewoon half dood is. Maar ja, dat kan ik er niet van. Die trage zombies moeten ook aan de kant, want daar ga ik dan tegenaan lopen. Dan kan ik er niet meer door. Oké, als ik daar... Tegenaan geschieten met mijn rekening gaat hij helemaal laggen. Waarschijnlijk hiermee ook trouwens. Oh fuck. Oh fuck.
Die is nog wel sterk, jongen. Kijk, man. Ik had hem bijna heel die groep uitgemaaid, man. Zag ik dan nou serieus een bom? Wauw, hoeveel bommen krijg je, man? Oké, misschien is het ook wel nodig in deze map. Maar nou maak je het wel heel makkelijk voor mij. Weer een bom. Oké. Wauw. Die zombies gaan gewoon niet dood, die bom. Hier, hij is nog steeds... Oh, hij gaat toch wel dood. Het duurt even. Er zijn taaie zombies. We hebben 104 kills. Woe! Double point. Oh, snap. Kom maar. Nee. Wauw, wat is dit? Hoeveel van die power-ups liggen hier, man? Hij staat niet op easy. Dat hebben jullie zelf ook gezien. Nee, Dennis. Niet jezelf insluiten. Gewoon gaan sprayen. No shit. Oké, als ik daar ook één ronde overleef, dan kan ik gaan pack a punch. Want als je mijn punten nou ziet, dan gaat dat wel goed komen. Een beetje mijn ammo verneuken. Oh, dat was niet de laatste. Oké, ik hoor een zombie. Dat is de laatste. Want de laatste gaat bijna altijd rennen, dus daar kun je wel rekening mee houden. Oh, ik heb hem niet genoeg. Ja, dan houden we. Woep. Sweet. Ja, heel leuk. Oké, we hebben dit ding gepack-a-punch. Dat is fucking awesome. En dan gaan we ook dit ding pack-a-punchen. En we zitten op 23. Beginnen we nou aan 23? Ja, toch? Dat is minder. Ik dacht dat we nou aan 24 begonnen. Het gaat zo snel, man. Ik ben net 2 minuten bezig. Ik zit al op 23. Hoe doet hij dat toch? Hoe doet hij dat toch? Oké, is het joinen? What the fuck is het joinen in deze spawnen? Oh, shit. Shit, bricks. Oh, nope. Niet hier. Geen zin in. Zo, dan kan ik iets meer ruimte voor mezelf maken. Een beetje tegen die hoeken van de map aanlopen. Als je de hele tijd door het midden gaat, dan gaan ze ook echt in het midden, zeg maar, op een hoopje zitten. En als je een beetje via de randen loopt, dan is dat niet het geval. Meestal niet. Maar ja, het is nog steeds een kleine map natuurlijk, dus het scheelt. Al die irritante zombies moeten weg. Come on. Hier. Oh, snap. Oké, deze doen we ook weg. Dat vind ik ook irritant. Uit mijn pad. Oké, we gaan hem helemaal gek doen. Wauw. Hoe makkelijk is het, jongen? Je schiet er... Oh, fuck. Helemaal, frame drops. Nou, dit is toch onvoorstelbaar hoeveel van die dingen je krijgt. Dat is echt onvoorstelbaar, dit. Is dit een nieuwe update of zo? Is het altijd een nuketown geweest? Want het stond echt niet op easy. Ik ga dadelijk nog terugkijken als deze video upload. Of in ieder geval, ja, eerder. Ik kan hem trouwens al eerder nakijken. En nou, dit is een grapje, man. Dus dat maakt me wel heel makkelijk. Oké. Het moeilijkste aan heel deze challenge, dat is nou denk ik wel duidelijk. En dat was het begin. Gewoon zonder perks en attachments die paar rondes overleven. Dennis, nou ga je zelf naar naaien ook. What the fuck. En nou, dat was het ook. Ik kreeg zoveel power-ups, man. Dat is echt niet normaal. En ik heb wel één fucking vette clip. Die ga ik sowieso aan het einde van deze video doen. Dus als je nou al zover bent, dan weet je dus wat er nog gaat komen. Maar ja, niet super vet, maar wel een paar vette acties dat ik echt tussen de zombies doorspring en zo. En volgens mij heb ik die gerecord. Dus ik ga daar even kijken. En hopelijk is dat wel zo. En is het de laatste of niet? Waarom schiet ik eigenlijk dan op die? Dan kan ik beter deze schieten. Zo. Makkelijker. Dan gaan we deze even in mijn, weet ik het ding doen. Wat is eigenlijk een goede bijnaam voor de Pack-a-Punch? Kom even met een leuke bijnaam. Speelgoeddoos. Nee, dat is gewoon niet. Dat is die kist. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Hebben jullie een leuke bijnaam voor die kist? Of de kist voor die Pack-a-Punch? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe creatief jullie zijn. Man. Oh, wacht. Nee, niet doodgaan. Ik ga even die Bowie knife halen. Of Boeing knife. Oh, wacht. Daar heb ik helemaal geen punten voor. Die dingen zijn veel te duur. Headshot, bitch. Ha. 177. Hè? We gaan naar 24. Bijna naar 25. Bijna mission accomplished. Oké. Weet je, het probleem is, volgens mij had ik bij die andere challenges op het einde zo'n deuntje of zoiets. Of had ik dat niet? Ik weet niet meer, maar in ieder geval, ik ben dus het allemaal kwijt, dacht ik. Nee, daar ben ik, nee, wacht. Daar ben ik niet kwijt. Of wel? Ik weet niet eens meer hoe oud die video's zijn. Volgens mij had, nee, ik had die video's gemaakt met mijn nieuwe computer, dus als het goed is staat het er wel op. Ik dacht even op mijn laptop, maar volgens mij heb ik het op mijn computer gemaakt. Yep, yep. Oké, we gaan hem weer allemaal dus door crossen. Oké, nou moeten we er wel oppassen. Nee, nope. Oh, gekke. Oh, gekke.
Fucking gek. Oh nee, nee. Oh, die klote kruipgezwellen. Allemaal weg. Zo. Die regen maakt het toch wel net ietsjes makkelijker, hè? Dan kun je zo makkelijk mee schieten van hierbij. Dat is met die light machine guns niet. Dan ben je aan het sprayen, maar dit schiet lekker. En je ziet eigenlijk ook dat ik altijd op mijn benen schiet. En dat is gewoon... Ik weet niet, dan schiet je sowieso vaker raken. Want als je zo schiet, dan schiet je meestal hier. Dan schiet je bijvoorbeeld mis, zo. En op de grond dan niet. Dan heb je altijd een iets grotere blast radius. Ah, nee. Mijn PlayStation begint te flippen. Die ventilatoren worden gek. Niet grappig. Ik kon mezelf aan bedenken. Oké. Daar lag iets. Nou, dit is echt te ziek voor woorden. Ik ben benieuwd hoeveel van die power-ups ik al heb gehad. Ik ga dat echt sowieso... Nee, ik ga dat niet tellen. Daar heb ik geen zin in. Doen jullie maar. Daar hebben jullie wel zin in. Gewoon even tellen hoeveel van die power-ups ik heb gekregen. En power-ups zijn dus alles wat je kunt oppakken qua... Ja, max ammo, insta-kill. Ja, alles eigenlijk. Double points, bom. Al die crap. Zo. Zo. Woep woep. Oh, gekke. Een gezicht in mijn gezicht. Ja. Het zijn er nog steeds best veel eigenlijk. Ik denk dat het wel de laatste zijn. Dan gaan we naar 25 toe. What the fuck. Weet je wat? We gaan die afschieten. En dan gaan we dit wapen een keer in die pack-a-punch douwen. En dan hoop ik dat ik er een andere ding op krijg of zo. Gewoon een red dot of iets. Wat heb ik nou gekregen? Ik heb niks. Wat is dit? Het is even een goedkope troep. Ah, nou wel. En we hebben voor iets. En het is een... mislukte eenhoorn. What the fuck? Die heb je niet in een multiplayer. En die regen kun je niet pack-a-punchen. Oké, dit is fucking awesome. We hebben gewoon een fucking eenhoorn. Wie wil nog geen eenhoorn? Zeker niet in zombies. What the fuck? Dit is fucking awesome. We gaan even die Bowie knife halen. Dan heb ik wel zat punten. Ah, ik hoop echt niet dat jullie die PlayStation ook horen, want ik word er gek van. Gekke. Kom hier, Claymore. Kom hier. Oké, dat is fucking nice. Dan zit ik eraan te denken, mocht ik dit overleven, zal ik verder gaan als 25, want... ik wil eigenlijk een film kijken. Moet niet te laat worden, ik moet morgen naar school, hè. Het is nou 11 uur. Maar ja, fuck it. We gaan gewoon kijken, we zien wel. Of ik de 25 haal. Dat is de vraag. In ieder geval, ik ben bij 25. Dus mocht ik 25 niet overleven, dan zeg ik gewoon, het was tot 25. Nee, we gaan gewoon kijken. We hebben in ieder geval een eenhoorn, dus we moeten er sowieso kunnen halen. 253 kills al. Oh, snap. Punt heb ik toch niet nodig. Ik heb alles. Oh, wacht. Ik had die monkeybombs neer. Of monkeybomb. What the fuck heb ik met monkeybombs? Ik moet die, hoe heet nou, die claimers daar neerzetten. Volgens mij zei ik dat van strak ook al monkeybombs. Zoek zo'n bom zag liggen of zo. Gewoon zo'n kaboom. Kaboom. Die dingen. Zeg maar. Ja. Ik kom hier in de hoek en dan loop ik omheen. Zo. Ze achter me blijven. En als ze niet overal heen gaan. Fuck, die dingen flippen echt als je er echt naar kijkt. Hè. Moet je kijken. Oké, gaan we hier weer schieten. Wauw, check die al die frame drop. Helemaal lag. En dat komt door de PlayStation. Het heeft niks met internet te maken, maar dit spel is geport. Hij is dus ontwikkeld op de... Of in ieder geval voor de PC. Of ja, PC is meestal eigenlijk. Maar voor de Xbox ook, qua console zeg maar. En volgens, als het goed is, geport naar de PlayStation. Daarom loopt hij op de Xbox veel soepeler. En daarom doen bijna al die mensen die zombies spelen op de Xbox. Want dan krijg je dus geen last van al die frame drops en lag en al die crap. Dus... Dan weet je dat. Oké. Ja, zo doen we dat. Wauw, ik heb echt geluk vandaag, of niet? Nou, weet je, dat is geen geluk. Dat is gewoon, nou wat, dat doe ik altijd. Alsjeblieft, zeg niet dat ze door die claim al lopen. Laat maar. Oh, er is nog helemaal geen nieuwe wave begonnen. Ik dacht even dat er een nieuwe wave was. Hoezo had ik dan... Oh ja, ik had max ammo, hè. Daarom mag ik nu claimers. Wacht, ik moet ze niet in last stand schieten. Dat is irritant. Dan loop ik daar tegenaan. Zo. We gaan er een feestje van maken. We laten ze even allemaal bij elkaar staan. En dan plant ik er een C4. Waarom zeg ik C4? What the...
Er zit een claimer tussen. Zo. Zie je? En dat werkt nog goed ook. Er zijn er best veel dood eigenlijk. En waarom zijn ze allemaal zo traag? Het is geen zondag. Ik kwam mijn geluid, maar ja, ik heb mijn geluid bijna uitstaan zodat jullie geen echo horen. Maar nu heb ik ook nog dat die PlayStation er flipt. Dus nou hoor ik echt vrijwel helemaal niks. Dus eigenlijk. Nee, ik hoor gewoon niks. Zullen we de laatste zijn? Jee. Nou heb ik bijna net zoveel punten als ik begonnen was. Ik kreeg 10.000 toen ik begon. En nu heb ik 10.290. Ik heb een idee. Als ik dadelijk 25 heb gehaald. Dus als deze wave eindigt. Dat is nu. Ga ik rondrennen. Ik ga dwars door de map heen rennen. En dat is gewoon, mogelijk. Dus we gaan het gewoon doen. Ik weet dat het niet mogelijk is. Daarom is het juist leuk. Dus daarom gaan we het ook doen. En ja, fuck it. We gaan hier daar gewoon naar boven. Even dat ding openkopen. Dat is irritant. Even hier een beetje overleven. Ga ik die trap omhoog. En dan gaan we rushen. Rushen. No rushen. Oké. Dat is van Mario. Spring eens ruik omhoog, denk ik wel. Ja, spring er omhoog. Niet handig. Hé, hey, dat is wel handig dat ik hier erin kan. Dat wist ik niet. Oh, dat heb ik opengemaakt net, hè. Dat is waar. Oké, gaan we hier naar boven. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik raak op mijn granaat aan. Boeien, ik gooi maar gewoon. Nee, jij moet hier niet... Jij mag hier niet door. Nee! Shit. Nou heb ik een probleem. Houston, we got a problem. Oké, Claymore. No! 26. Ah! Ik kon niet door de raam heen. Hoezo kon ik door de raam heen? Nou, fuck it. Mijn challenge was gehaald. Ik wou 25 halen. Ik heb 25 gehaald. 26. Oké, als ik misschien zo door was gegaan, hadden we de 30 kunnen halen. Maar ik wil gewoon een keertje een gewone survival doen, zeg maar, op Nuketown. Dus gewoon vanaf, ja, wave 1. En dan gewoon zo ver mogelijk komen. Want als je dan gewoon goed speelt, dan kun je makkelijk 50 halen. Dus dan ga ik gewoon proberen, gewoon een keertje proberen 5 te halen op Nuketown. In ieder geval, ik vond het vandaag mooi geweest. Mijn challenge was als het ware gehaald. Ik wou 25 halen. En ik heb het gehaald met enorm veel power-ups. En zoals je ziet, het enige wat ik heb veranderd is starting round. Want er staat ook een X'je voor. De rest staat standaard. Dus als je solo speelt, dan staat alles zo. Dus het enige veranderd heb is wave 20. Dus verder rest, ja, Magic. Ik vind het raar. Magic zijn al die power-ups. Waarom dat ze zoveel zijn, weet ik niet. Want je kunt alleen enablen en disablen. Dus het staat op enabled en dan staat het dus aan. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. En als je het leuk vond, geef een like. En alsjeblieft geef een like, want ik heb een fucking droge keel van deze commentary. Dus ik spreek jullie morgen weer. En tot de volgende keer. Houdoe. Nope. Oké, nou hebben we een probleem. Holy fuck. Nee. Rennen niet. Wow. Nee. Wauw, dit is fucked. Hij redt niet, man. Hij redt niet. Fuck. Nee, man. Wauw, ik word hier helemaal gek. Come on. Snel. Ik weet niet wat de zombies zijn. Oké, dat is niet handig. Oké, we moeten gaan lopen. Dat wordt hem niet. Alsjeblieft, we zitten in de kist. Ik kan niet zien. Een val. Waar? Nee, een val. Serieus? Wauw, hoe heb ik het overleefd? Serieus, ik denk ik blijf gewoon stil. Ik ben dood. Ik denk, ja, het is afgelopen. Misschien nu. Nee, ziet hem gek doen. Wauw. Ziet hem, jongens. What the fuck? Ik loop gewoon als een gek erheen.